Nou, ik ben Nicole Kort. Ik ben 33 jaar. Ik ben arts. Ik ben voorzitter van een goed doel. En intussen mag ik ook heel graag sporten. Ik heb een dubbele beperking. Ik ben doofblind, zoals ze dat in de bevolkingstaal noemen. Ik zie nog wel wat, ik hoor ook nog wel wat. Alleen zonder hoorstellen hoor ik eigenlijk niks. Ik kan er een auto voorbij rijden en ik hoor nog steeds niks. En aan mijn ogen is niks te zien. Maar ik zie nog ongeveer 5% van het zichtveld van een normaal persoon. Ik doe met name het hardlopen. 3 keer in de week. En dat ondersteun ik met krachttraining. Om dat spier ook gewoon goed stabiel te houden. Sport is voor mij vrijheid. Ontspanning. Ja, je spant je in, maar het geeft heel veel ontspanning in je hoofd. Het geeft ontlading. Het geeft ook een hoop vreugde. Maar het brengt me ook sociale contacten. Ik vond het heel eng, de eerste keer om te gaan sporten. Ik dacht, ja, dan ben ik alleen maar een last voor andere mensen. Maar er zijn hier zoveel mensen die samen willen lopen met je, dat het eigenlijk nu niet meer als een last voelt. Omdat ze elkaar zelfs willen aflossen. Nou, dat is super. Nou, ik heb toch ook een oproep gedaan voor een vaste buddy. Nou, mijn huidige buddy Andy, die woont in Bedum. Is een trailrenner, die loopt echt lange afstanden, die kan ook veel sneller dan mij. Maar die is heel goed in staat om te doseren en zijn tempo aan te passen bij wat ik nodig heb. En tegelijkertijd heeft hij daardoor ook de energie over om voor mij te kijken en tijdig zijn signalen af te geven. En dat heb ik ook nodig, want ik mis heel veel natuurlijk van informatie omheen. Kijk, is het afhankelijk van of het regent of niet? Want met regen kan ik mijn hoortestellen niet indoen. En dan ben ik dus ook doof, naast bijna blind. Dus dan ben ik echt van de tast afhankelijk. We lopen altijd met een lint in verbinding tussen ons. Dus dan voel ik via de lint welke kant we op gaan. En is het zo dat ik geen hoortoestellen in heb, dan is het ook echt tast. Dus dan pakt hij mijn handbeet op het moment dat ik een opstap moet doen. Of op het moment dat we hele smalle paden hebben waar we langs moeten. Dan loopt hij achter mij en stuurt hij me aan via mijn schouder. Naar links of naar rechts. Of omhoog, dan trekt hij me wat naar achteren en dan weet ik dat ik omhoog moet. Dus op zo'n manier, via tast, weet je toch je weg te vinden. Ik had de Damloop als eerste doen. Vorig jaar ook gelopen in 2 uur. Dus ik had nu vandaag echt als doel om dit jaar dan te gaan lopen beneden de 2 uur. Nou, op zich was ik heel mooi op schema. Maar ja, dan verstuik je enkel en dan ben je eventjes van je schema af. Maar we zullen zien. Misschien ben ik net op tijd hersteld dat ik toch kan lopen. En daarna komt de halve marathon van Haren.